De toekomst van Suriname ziet er na de geleverde cijfers van het volk goed uit. Woorden van de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Albert Ramdin, vandaag voor aanvang van de jaarrede van president Santokki. De bewindsman sprak de positieve hoop uit voor de ontwikkeling van Suriname. Gezondheidszorg, veiligheid en onderwijs zullen getuigen zijn van de reeds bewezen harde werk, stelde Ramdin. Dat is precies wat we willen hebben, is dat het volk voelt dat de offers die zijn gebracht om een gezonde economie te realiseren, waar we nu naar op weg zijn, dat zij dat gaan voelen in hun eigen woon- en leefsituatie. En dat is precies wat de bedoeling is voor de komende 2 jaar. Het land Suriname is van ons allemaal. Laten we ons als Surinamers gedragen in de eerste plaats. NPS-volksvertegenwoordiger Gregory Rusland dringt aan op het tot ontwikkeling brengen van de productiesector. Dit kan een mogelijke oplossing zijn voor het brengen van financiële verlichting voor het volk. Zijn collega van de NDP, Jennifer Vreedzaam, voegde hieraan toe dat elke sector beter tot ontwikkeling gebracht moet worden. Alleen wanneer je de productiesector ondersteunt en die inderdaad de gelegenheid krijgt om te kunnen produceren, te exporteren, geld te verdienen, zal de overheid daaruit natuurlijk haar deel kunnen halen. Voor mij is prioriteit op de eerste plaats volksgezondheid en sociale zaken, waar we zien dat er een heleboel verschuivingen zijn geweest van gelden vanuit het ministerie van Sociale Zaken naar het kabinet van de president, waar wordt aangegeven dat daar het sociale plan of beleid zal worden uitgevoerd. De volksvertegenwoordigers hopen dat met de door de regering gestelde doelen Suriname beter kan stuwen richting sociaal-economisch en maatschappelijke groei. We spraken de DNA-leden vandaag voor de aanvang van de bijzondere vergadering in het Hoogste College van Staat in verband met de jaarrede van president Santokki. In onze nieuwsuitzending van morgen komen wij terug op de jaarrede van het staatshoofd.